Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Ramon. Hallo, ik ben het, Ramon. In de dorpszoo, en je hoeft niet zo heel hard te schreeuwen, de microfoon die pikt het wel op als ik het tenminste een beetje hier neerzet. Maar goed, in ieder geval, wij gaan dus hier een dier plaatsen in het kleine uithoekje, want wel geen van jullie die heeft iets fatsoenlijks achtergelaten. Dus ja, maar goed, we gaan even naar die bever toe, want die laten we even opbokken. Even kijken, goed, en dan gaan we hier weer heen. Zo, heb ik. Oké, wel, nou wat voor dier wil jij hier hebben? Nou, ik denk dat je daar geen olifanten kunt gaan plaatsen, dus ik denk iets kleins wat niet te veel ruimte nodig heeft. Ja, oh mijn god. Het is klein. Wat is dit voor verminkt iets? Ja, het is een derpzoo, dus misschien ook wel een derpy beest om erin te stappen. Ik ben het helemaal met je eens, even kijken. Goed. Bezoekers willen het. Tonde toch een net op. Ik speel al 3 jaar of zo Zoo Tycoon en er is 1 klacht waar ik niet tegen kan, en dat is dat. Oh mijn god, even kijken. Nou, wat voor hek zullen we dan doen? Dit, oh mijn god. Een smederijhek, dat gaan we er gewoon doen. Gewoon YOLO Polo Cat Swag. Daar doen we het voor. Ja. Ze hebben een lelijke hoek in, maar. Who cares? Even kijken zo. Oké. Nou, grasland, wil je met aarde of wat wil je? Verras me. We hebben al grasland. Dan doen we het zo. Oké, zullen we hier een rivier doorheen laten lopen? Een kleintje. Of een vijver of zo. Klein dus. Te groot, hè? Ja. Een beetje aan de grote kant, ja. Oké, wel, want dat was geen idee, maar I'll take it. Oké, nou, rivier dus. What the fuck is al. Oké, waar is mijn ding mee bezig? Hij tipt een beetje. Dat merk ik. Nou, hak. Ja, dat is wel een mooi ding. Zo. Is die goed? Jawel. Oké, nou bomen. Ja, grasland heeft altijd een beetje weinig bomen, vind ik. Ja, we kunnen wel. Ja. Nou, we doen het mee wat we kunnen, toch? Ik denk zoiets als dit zo. Oké. Okay. Nog 2 van die. Misschien is dit wel mooi, ik weet niet. Ja, met wat struikjes en misschien nog ergens een steen. Ja, struikjes, dat is wel mooi. Dit is wel wat van dit. Dit vind ik altijd een mooi grip om te plaatsen. Samen met wat van dit bloemspul. Gewoon een beetje van dit, een beetje van dat. Je ziet wel wat schip staat. Even kijken, een mooie steen in het water. Ja, niet die grote, is iets te vinden. Zullen we hier doen? Staat wel mooi daar. Mm-hmm. Misschien nog ergens een kleintje of zo. Ja, is goed. We kunnen daar wel een kleintje en daar een kleine steen doen. Mm-hmm. Oh mijn god, ik zie die klacht helemaal gek worden. Ik weet niet wat er aan de hand is. Jack Wayne gaat jong baren. Ik vind dat gaat een beetje heel hard heen en weer daar. Ja, oké. Okay. Nou, we moeten eten hebben. Misschien kunnen we zo'n boomstam hier doen. Dan kunnen ze lekker uit smullen. Ja, we zullen er maar wel goed bij kunnen. Die klachten zijn ook echt niet te houden. Nee, nou dat is over het algemeen. Dat gaat wel, maar. Want dan zijn ze er echt nog geen halve meter vanaf. En ja, nee hoor, ze kunnen er niet bij. Dan denk ik echt van, dude. Ja, dat is echt. Dat is het grootste nadeel van Zoo Tycoon, vind ik. Mm-hmm. Jongens, laat even achter in de comments. Wat zouden jullie ervan vinden als een Zoo Tycoon 3 uitkomt? En IJsbeer 1 heeft meer. What the fuck is dat? Dat heeft hij heel knap gedaan. Dat. Ja, maar dat is dat gewoon. Dat onlogische. Ja, dat is dat weer dat onlogische. Bezoekers willen een toetje. Donald Gop, ik heb mijn 5 sterren. Jullie kunnen hem helemaal de pot op jullie klachten. Even kijken. Oh mijn god. Nou, even kijken. Ik denk dat we wel genoeg eten hebben, of niet? We hebben hier wat. Ja, we kunnen nog wel wat hooi erbij doen. Ik weet niet. Ja, sure. Nou, we hebben nog speeltjes en zo moeten we ook nog. Oh ja, speeltjes. Dat was ook zo. Zullen we pinda-automaat doen? Ik vind het ding altijd super vet. Ze worden er ook niet mager van, dat klopt. Maar. Even kijken, zo. Zo'n ding. Hoe vroegste episode is het alweer, Ronald? Die gaat wel heel erg hard. Volgens mij is dit. Nou, 20 of zo, 20ste episode? Ik weet niet. Gaat lekker. De laatste paar episodes zo. Helemaal nergens meer over. Het is echt gewoon waardeloos. Want ik maak een verblijf in Dead Set, 10 minuten episode of zo. Oh, oké. Okay. Het gaat gewoon. En in dit begin deed ik daar een half uur over. Maar, ja, dat heb ik. En zeker ook in het begin met het grote plein en zo nog. Ja. En by the way, jongens, dit was diegene waarmee ik dus in het begin ook al wat die dual commentary dingetjes wou maken. Oké. Okay. En weet je nog toen met die download allemaal? Ja. Dat is mijn schuld. Ja. Nee, maar ik zag in de comments dat iemand ongeveer 3000 Zoo Tycoon downloads had.
Ja, nou, dat lijkt heel erg op mij. Ik heb er denk ik nu 28.000. Ja, maar ik weet niet waar ik die dingen kan vinden. Het is allemaal heel anders dan de vorige. Ik maak ze ondertussen zelf, hè. Ja? Ja. Hoe doe je dat dan weer dan? Heel moeilijk systeem. Mijn computer kan amper zo Tycoon zelf aan, maar... Dat dan weer wel. Ja, dat dan wel. Logica. Het zijn van die dingen, ik kan ze ook niet op internet krijgen, want ik wil liever niet opgepakt worden. Want die downloads blijven illegaal. Wat verzoet ik, hoor? Ja, want een beetje, je kunt ook heel veel van dit soort dingen, kun je ook, eigenlijk moet je voor elke download die je voor Zoet Tycoon vindt, moet je betalen. Ik heb daar namelijk ook al een waarschuwing van gehad via de politie, dus... What the fuck? Ja, ik had 3 downloads online gezet en direct er weer afgegooid. Oké, dat volg ik niet zo. Nee, maar de overheid, wat moet je ermee? Nou, ach ja. Nou, eens even kijken, dwergolifantjes. 2 vrouwtjes of zo? Nee, dat is beest toch goed? Nee. Sorokoduri. Het is echt gewoon what the fuck type. Volgens mij heb je deze nog nooit eerder gedaan, hè, Ronald? Nee, kijk, ik lag als een tering. Kijk, ik zo'n 7 fps met mijn computer. En dat komt doordat, ja, ook een klein beetje DX-story, maar het komt vooral... Doordat ik zoveel dieren in de zoo heb. En dat nu alles helemaal moet laden en alles. Mm-hmm. Maar goed, hier hebben we de beesten, dus jullie ze kunnen zien door de lek. Ik vind ze ook schattig. Ze lopen met die kop. Het lijkt wel alsof ze half josties zijn. Ik zal mijn hoofd eraf gaan vallen. Ja, oh nee. Oh mijn god, mijn hoofd ligt eraf. Oh nee, waar ligt het? Oké. Want die bal is bijna groter dan het olifantje zelf. Maar goed, dat maakt niet uit. Reusverraderschijn, oh mijn god, leuk. Oké, reusverraderschijn, 5 was voorpadden. Oké, die donder ook maar op. Nou, eens even kijken. Dan was dit denk ik het laatste dier wat we hebben geplaatst in de dierentuin. Volgens mij heb je niet heel veel ruimte meer om andere dingen te gaan plaatsen. Nee, alles staat vol. Daarom. En sommige mensen die zeiden wel, je maakt veel te grote verblijven bijvoorbeeld voor 2 van die beesten. Maar moet je maar eens kijken hoe groot ze zijn en wat hoeveel ze alweer zijn, hè. Gewoon binnen een... 5 nu? Of misschien nog wel meer? 1, 2, 3, 4, ja 5 heb ik er zo te zien. Misschien zijn er nog wel meer. Nee, 5 zo te zien. Ja. Dan moet je gewoon even kijken hoe snel die beesten zich voorplanten. Maar dit wat je ziet, dat zijn alleen maar de mannetje en vrouwtje die er zijn om te paar, zeg maar. Ja. Maar dan om die kinderen die zien niet. Nee. Moet je dit zien. Heel ref. Wow. Amerikaanse bever. Ja, ik loop een beetje achter dat beest moet eieren leggen. Dat beest moet eieren leggen. Ik heb deze episode nog allemaal niet goed gezien. Groene zeeschildpad 1 heeft geen land om eieren op te leggen. Dus dan moet je bij slapen blijven toch kijken? Of? Oh ja. Zo vlot. Kan ik nergens. Ik weet nog iets. Boom. Zo, reuslaar 3 kan niet bij Caracasia bladeren. Oké, daarheen met de rotzooi. Gaan we die klachten allemaal eens even wegwerken. Gaan we eens kijken wat er allemaal binnenkomt voor rotzooi. Kwallen 1 gaan de jongbaren. Oké, die kan de uitwerpselen niet bereiken. Nee. Om eerlijk te zijn, ik wist niet meer dat ik nog koalas had, maar goed. Gaat die staat erbij. Oh, lol. Ja, toch even kijken waar de jongen komen. Ja. Het vind ik altijd zo'n leuke beestje, ja, dit. Triceratops, die had ook een nest gemaakt. Ik heb ze laatst ook nog gezien. Ik ben nog naar de dierentuin geweest in Münster. Hadden ze voor een korte tijd hadden ze ook koala's. En die dingen zitten dan op een meter van je af en dan zie je ze nog niet op een of andere manier. Dat is echt heel raar. Hm. Hi. Oh, wat? What the fuck? Oké. Geen tweeling alsjeblieft, oké. Het is volgens mij bij elk die ondertussen dat het tweeling is. Ja, bij die reusluiders kwamen er meteen 2 uit. Ja, bij katachtig is het gewoon, is het onmogelijk. Ja, die leeuw, jongen, echt, dat was verschrikkelijk. Dat is echt al gewoon een jaar tot 2 jaar geleden of zo. Ik had zo'n, god, dat is een beetje meer. Je had zo'n hok gemaakt voor je. Ja, ik had zo'n hok met allemaal leeuwen en ik ging een uurtje weg of zo, even wat eten of zo. En ik weet niet, huiswerk maken, ik weet niet wat ik allemaal aan het doen was. En het was zo falend, ik kwam terug en ik had in één keer 20 leeuwen. Oké. Ja, ik heb ook zo, zeg maar, de halve dierentuin gemaakt met Savanne Safari. En als je de dieren genoeg ruimte geeft, dan kun je vleeseters ook wel bij planteneters zetten. Als ze maar genoeg eten hebben en genoeg ruimte. Maar met genoeg ruimte betekent ook dat ze genoeg tijd hebben om voor te planten. Kijk, dit is ook echt zo niet ongevaarlijk.
Nee. Gewoon voor die T-Rexen en dan... Oh, je had ze nog lager moeten plaatsen eigenlijk. Ja, zo, dat is gewoon voor de fun. Gewoon voor de fun. Kijk, klachten zijn weg. Mooi. Zo goed als, ja. Ik zie niks binnenkomen. Goede schildpadden heeft hij omgebaat. Fijn. Oké. In ieder geval, kijk. Als ik dat soort ballonnen op mijn verjaardag zou krijgen, zou ik zo blij worden, hè? Ja. Ik zou zien, je zegt gewoon van puur, gewoon echt puur bladgoud gemaakt. Ja. Oh, maar had ik bij die beest ook nog. Zit er ook al ondertussen in. Weet je wat ik ook altijd zo leuk vind? Je hebt daar toch zo'n karkas staan? Als zo'n klein beetje doodgaat, krijg je zo'n gigantisch ding. Dat heb ik nooit gesnapt aan zo'n tijd. Dan denk ik van, breng dan ook een kleine karkas uit. Dan kan ik het nog een keer begrijpen. Want dat enige die karkas kan gebruiken zijn dinosaurussen, olifanten en beren. Ja. Zo, die wolf kan ook wel opdonderen. Hebben we nog een broedpaar? Ja, helemaal prima. Ik heb ook zo'n mastodonten safari. Oh, dat is wel cool. Eigenlijk moet je heel veel safari gaan doen. Of zo, of bij de T-Rexen. Ja, bij die T-Rex heb ik al een safari. Nee, ik bedoel dat je erin moet gaan even. Dat is misschien wel even leuk. Nou, ik zal even kijken met die T-Rex. Ik snap ook nooit dat je dan niet door dit soort gatten kunt lopen. Ik vind dit het gehandicapte beest van heel soort... Kijk die T, dat lijkt wel alsof de beest reuma heeft. Dat is een van de dingen die ik ook heb gedaan. Ik heb... een gigantisch HD gedetailleerde skin voor de T-Rex gemaakt. Dat is tenminste echt iets. Dan wordt het tenminste beter. Ik heb heel veel van die realistische skins. Wordt het wel iets minder soepel van. Oh ja, en bij mij hebben ze ook andere movements. Zo, dus deze loopt een beetje raar. Het lijkt net alsof dit ding gewoon zo'n gebochelde oude mijnwerker is in 1900. Maar... Ja, oh ja, want die zie je ook zoveel lopen, hè? Dit waar die beest al uitgestorven, maar... Omg. Ja, maar goed, in ieder geval dus. Dit beest is net een sick, maar kijk... Dat het was nummer 3. Beest is nog maar 3 maanden sowieso al een sick, hè? Ja. Dus hoor ik, dit beest krijg ik overal een sick van. Even kijken. Daar wil ik bij zijn. Nee, niet daarbij. Hierbij. Oh, die heb ik ook nog gezien. Oh, die waren mooi. Wat, links hè? Ja. Ja, links is mooi. Spaanse links, ben er dood. Ik heb een karakal gezien, die zit op 3 vierkante meter opgesloten. Vond ik echt zo zielig. Oh. Haat aan Münster. Biauw. Gizmo is nog groter dan dit pleus. Je zou een keer een videolog moeten maken. Met de katten. Al lang gedaan. Oh, echt? Oh my god. Kijk, die lijkt op... Snoes. Ja, op Snoesie. Hoe zei dat ook alweer net? Snoes de poes en appelmoes. Kijk, hier 2 weer, hè. Ja, kan niet anders. Het zijn katten, hè. Nee. Oh, is die... Oh, was die ziek dan? Oh. Ik heb ook een realistisch geboorteaantal. Dus bij sluisvogels leggen in 1 keer 15 eieren. Dat is echt grappig, maar bij mij heb ik ook eieren die niet uit kunnen komen. Dat is het spul. Echt... Grijze wolf 12 wil zich voor... 12? Ik hou er niet van. Kijk, een grote safari hier. Ja, dat is... Weet je nog dat zo'n olifant ziek werd die dat roost omdat kwam dat er zo'n poephuis te dicht bij die olifant stond? Daar hebben we echt gewoon maanden... zijn we daar mee bezig geweest. Oh, wij dachten echt, dat komt vast weer zo'n roze bal. Maar nee, het komt door poep. Ja, het kwam door de scheid. Daarom heb ik ook hierbij geen scheidhok geplaatst, hè? Of wel? Moet ik even kijken waar dat... Nee, ik heb geen scheidhok. Ik vind die ingang ook zo master, hè? Mm-hmm. Oh, is dit nou? Zo, nou, we gaan even hierin, gaan we aflevering afsluiten. Maar goed, jongens, dit was dus de laatste echte aflevering van de Dropshow. In de volgende aflevering zal ik alleen even zo'n beetje laten zien en een beetje wat gaan uitleggen over de serie die hierna komt. En misschien wat er nog gaat gebeuren in de volgende serie van de Dropshow. Maar Ramon, wil je nog wat zeggen over Stoer Tycoon of zoiets? Vooral blijven spelen. Stoer Tycoon is in principe tijdloos, vind ik. Ik vind Stoer Tycoon beter dan Rollercoaster.
Ja, want rollercoaster, het enige wat ik daarin doe, of in ieder geval in deel 3, is achtbanen bouwen en dan kijken hoeveel mensen... Ik heb die game gekocht voor 3 euro of zo. 3 euro verspeld. De Gold Edition en zo. Ja, inderdaad wat jij dus zei, ja, 3 euro verspeld. Maar jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot volgende keer. Ik hoop dat jullie nog even wat likes achterlaten voor de volgende aflevering. En volg me even op Twitter, @ShadowGames23. En nou, dat was het wel denk ik. Of ja, volgens mij heb je het hele lijstje binnen. Ja, ik denk het ook. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie later. Dus ja, later mensen. Doeg.